Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi voorjaarsstuk maken. Het mooie weer komt er steeds meer aan, dus daar hebben we echt wel zin in. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Alle bloemschik gerelateerde video's. Dus wat mij betreft heel erg leuk. Daarnaast hebben jullie nog een winnaar van mij te goed van de verjaardagsactie. Ik was 29 jaar geworden, maar als je de video hebt afgekeken, zag je dat je daar 1 jaar vanaf moest halen. Dus dan was het antwoord 28 jaar. En de winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen. Je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. En dan zou ik zeggen, laten we nu gauw beginnen. Bestellen. Je kan hem zowel in het wit bestellen als in de roze tinten. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En het is een extra sterk pakket, dus super leuk. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Hè? Ik heb het al even in een vorige video laten zien. We gaan vandaag de amaryllis op voet maken. En het mooie aan deze amaryllis op voet is dat het een dubbele amaryllis is. Heel apart. De kleur is wit. En we gaan hem heel mooi in het voorjaar opmaken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. We maken vandaag deze mooie amaryllis. Kijk dan hoe prachtig. Er zit al een puntje in. Dus er komt zeker weer eruit. Het is altijd wel fijn om te weten. Daaronder maken we een mooi nestje. En dit doe ik met verschillende takken. Heel erg leuk. Juist het verschil ga je straks heel leuk zien. En hoe we dat doen is door de takken rond te binden. Dus die vlecht je eigenlijk door elkaar heen. Zodat je een ronde krijgt. Je knoopt het als het ware. En ik heb verschillende takken. Want het geeft straks een heel leuk effect. En die knoop je eigenlijk elke keer weer tussen. Kijk, je kan als je dit lastig vindt ook gewoon een ijzerdraadje gebruiken waarbij je hem elke keer vastmaakt. Maar ik vind het wel mooi natuurlijk lijken. Soms is het mooi om even het uiteinde af te knippen. En dan pak ik weer een volgende tak en die vlecht ook weer bij tussen. Even als het ware ertussen. Als hij iets knapt is het niet erg. Dan zie je straks niet zo heel veel van weer. En door het gebruik van verschillende materialen krijg je echt dat natuurlijke effect. Alsof je een echt nestje hebt. Kijk hoe leuk het al lijkt. Mooie katjes erbij tussen. Kijk voor je. En ik maak hem nu heel natuurlijk op. Maar je kan hem ook in het roze bestellen. Mocht je ze meer van kleur houden. Is ook heel erg leuk. En zo'n nestje kan je natuurlijk in heel veel bloemstukken gebruiken. Je zult het nog wel vaker voorbij zien komen komend jaar. Want het geeft een heel leuk effect. Een mooi wit takje, mooi fris van kleur. Ik vind hem zo leuk, dus ik ga hem zo straks gebruiken. Die komt straks onder de amaryllis, dus dan krijg je een heel een nestje. De amaryllis op een nestje, heel erg mooi. Wat we eerst gaan doen is de amaryllis inpakken in wat mos. Omdat ik dit ook mooi fris vind lijken. En dit doe ik als volgt. Ik wikkel de amaryllis een beetje in het mos. En dan maak ik het vast met touw en dat wikkel ik er ook weer omheen.
mooi ingepakt, mooi fris. Dan is het tijd om de zowel het nestje, die doe je dan eerst even op, en de pin, de amarelle zet je op de pin. Die druk je er voorzichtig op. Doe dit niet te hard. Je hoeft maar een klein stukje, dan beschadig je hem niet. Als je dat hebt gedaan, zetten we het nestje eventjes vast. En dat doen we voorzichtig met een paar krammetjes in de bol. Als je hem wat breder hebt, kan je hem soms ook net omheen duwen. En dan komt hij er echt onder te zitten. Een hele leuke basis zo. En dan gaan we de bol verder versieren. Ik heb ook andere dingetjes, zoals ook deze mooie grasjes. En die lijken net veertjes, dus dat past ook mooi bij het voorjaar. En die kan je eigenlijk ook gewoon tussen het frame, ja, een beetje vlechten als het ware. We hebben een leuke basis gemaakt waar je elke keer mee verder kan. En die gaan we dus ook verder versieren, zodat de bol echt op het nestje komt. En je kan hem ook zo groot maken als je zelf wil. Echte veertjes. Alleen dan mooi natuurlijk. En dan heb ik wat ander materiaal waarmee ik ga decoreren. Waaronder mooie takjes. En die kan je ook bovenop doen. Je kan ze lijmen of een krammetje gebruiken. Het mooiste is eigenlijk lijmen. Zodat je de bol niet verder beschadigt. Het inprikken doen we ook echt heel voorzichtig. Zodat je de bloem niet beschadigt. Ik heb hier ook een bonsai takje in het wit en in het bruin. En als het nodig is, kan je hem even in stukjes knippen. Want het is mooier om het verfijnder te gebruiken. En op deze manier versier ik hem verder. Ook heb ik wat mooie kwartel-eitjes. Een paar droogbloemetjes. En je kan het alleen onderop doen. Je kan het ook bovenop doen. Daarmee kan je zelf aan de slag gaan. Alle materialen die ik vandaag gebruik zullen ook bij jou in het pakket zitten. Dus mocht je hem zelf willen maken. Heel erg leuk. Het is toch geweldig als je het op een dressoir of iets hebt staan. Misschien wil je wel gewoon op de salontafel. En je kan hem zo ver versieren als je zelf leuk vindt. En natuurlijk ook naar eigen wens qua kleur. Je kan ook altijd onder het touw het materiaal doen. Kijk hoe geweldig. Ja, ik hou hiervan. Dit is toch super leuk. En helemaal als het straks gaat bloeien. Heel sober, natuurlijk. Mooie materialen waar je eigenlijk gewoon lang van kunt gaan genieten. Je kan allerlei decoratie aan toevoegen om de bol verder op te pimpen. Maar ik vind hem zo al heel erg mooi. Dan heb ik nog wat van het bindwaaier. Daar zit ijzerdraad in. Dus dat kan je zo wikkelen zoals je zelf wil. Dus je kan ook mooie kronkels maken als je het leuk vindt. Je kan hem er zo losjes omheen binden. Kan je eigenlijk alle kanten mee op. Dat is heel erg leuk. Want op die manier maak je nog even wat extra diepte in jouw aparte amaryllis. Bol. Ja, wat ook heel leuk is om bijvoorbeeld aan het eind een mooi krul te maken. En op die manier mooi in te verwerken. Je kan ook allerlei kleine krullen maken. Dat je mee stukjes verwerkt. Ook heel erg leuk. Maar daarmee kan je eigenlijk gewoon zelf aan de slag gaan. Maar op deze manier krijg je diepte in jouw
Amaryllis bol. Hou je wat van wat rustiger, dan kan je dat natuurlijk ook naar wens maken. Maar door het gebruik van natuurlijke materialen heb je een heel apart bloemstuk. Heel industrieel, stoer, natuurlijk. En heel erg leuk dat er natuurlijk straks een mooie bloem uitkomt. Ja, en heel erg leuk voor het voorjaar. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan hem dus in deze natuurlijke kleur bestellen of in het roze. Dus als je meer van kleur houdt, kan het natuurlijk ook. En ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ik vind hem echt geweldig. Superleuk. Ik geef hem ook een plekje in mijn woonkamer. En mocht je het leuk vinden, laat hieronder even weten wat je van deze video vond. Wat je zou willen zien. Of laat gewoon een leuke reactie achter. Ik lees alles, dus echt heel erg leuk. Ik wil jullie bedanken voor de reacties die jullie achterlaten. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!